weer met je kopbucketlist en we hebben weer een pakketje. Ik heb een klein beetje een deuk gekregen. Maar dat maakt niet uit. Dus die heb ik besteld. Dat zal ik erover zeggen. Ik ging het niet bestellen. Nee, ik wou het eerst wel bestellen en toen was het er niet. En toen kreeg ik een mail dat het er terug was. En toen heb ik het besteld omdat ik het heel erg graag wou. So that's what happened. And now it's here. Heel snel. Het is van de, kan ik het echt goed zeggen? Double Box Toys. Zoiets, ik ga het linken. En dat is een UK website die lounge rugzakjes onder andere verkoopt. Ook Funko's, daar weet ik wel wat. Maar het is wel degelijk een lounge rugzakje. En die verkopen ook exclusive Hot Topic of Boxlunch uitgekomen lounge flies. En mensen die lounge fly kopen, die weten ondertussen al, lounge fly is niet goedkoop. En ze zijn helemaal niet zo groot over het algemeen, die rugzakjes, maar ze zijn zo verdomd mooi. En als je vanuit Amerika moet over laten komen, heb je zo'n groot importkost en dergelijke. En ik had dan van iemand gelezen in een Disney groep dat hij ze daar bestelde. Omdat hij vanuit de UK moet komen. En dat is dan naar België in dit geval niet zo duur. Ik weet niet meer wat ik aan de shipping heb betaald. Ik denk 15 pond. Maar ik ben het kwijt. Als ik het terug vind, ga ik het linken. Nee, ik weet ook niet meer hoeveel dat er precies was. Misschien ga ik dat linken. Dat weet ik nog niet. We gaan hem eens open doen. Het was hier binnen de week op een of andere manier. Dus very quick delivery. Eens kijken of ik het makkelijk open krijg. Dus dan gaat wel een lint op van de fragiel. En we hopen dat het niet zo fragiel is. Als jullie denken dat we hints zitten in mijn outfit en mijn achtergrond. You're damn right. De lint is al weg. Oh, de box is al bijna uit elkaar nou. Zo, so, what's in the box? Ja, dit gaat op. Zo, what's in the box? Oké, is de lijm schoon. Dit is, oh, hij is groot voor zijn dag. Hij is groot voor zijn dag. En jullie zien hem eerst. Jullie zien hem eerst. Is hij mooi? Is hij mooi? Is hij mooi? Ja? Oké, ik ga het plastic eraf doen, want ik moet weten. Maar oh my god, oh my god. Ik ben al kei blij dat hij niet mega klein is. Zo, en nou, I'm freaking out. Dat is niet goed. I love it already. It's my new backpack. Oké, okay, I'm okay. Er zit hier een beetje dingen achter. Oh my god, it's so, so pretty. Dus obviously, it is Merida. Merida. Een van mijn drie favoriete prinsessen. Oké, okay, dat zijn meerdere favoriete prinsessen. Maar een van mijn drie topfavorieten van Brave. En haar broertjes. Met Hubert, Hamish en Harris. Met on the backpack. Can you see them? Me too, Merida staat er zo mooi op. En dan die bloemen en gewoon die kleur. Ik vind het zo'n mooie kleur ook. Is het groen of is het blauw? Ik ga eerder bosgroen zeggen, maar... Blauw zou het ook kunnen zijn. Ik denk dat je teal blue hebt of zo. Dat zou er ook op. Hier van achter heb je ook dezelfde mooie bloemen dat ze erin verwerkt hebben. En de stof is een soort. Ik wil spijtig zeggen, maar ik weet niet zeker. Maar niet. Het is geen leer, maar het is ook niet zoiets anders. Nou, geweldig uitleg, ik weet het. We gaan de propjes eruit halen, want die vindt helemaal niemand interessant. Maar we gaan wel kijken hoeveel dat erin past en dat de binnenkant eruit ziet. En heel de doos die vlot op mijn rugzak. Nu gaat het mijn hoop. En, zak. Ik ga de voorkant ook al leegmaken. Oh, daar steekt zoiets in. Ah, dat is heel handig. Dus er zit een klein zakje. En hier zie je het niet zo goed. Maar de binnenkant is, that's so cute. Ik ga kijken dat ik het kan beschrijven. Maar het is Merida met de moeder en de wisps en de boog. En nog meer wisps en nog wat dingen. Dus ik ga kijken of ik het erin krijg. Maar dat wordt een hele moeilijke. Ik ga kijken of ik het direct met het grotere stuk beter kan laten zien. Maar het is really, really, really pretty. Oh, er staat hier ook Pixar Lounge Slide trouwens. Maar er staat er Disney Lounge Slide. Maar dit Pixar, want ja, is van Pixar. Oh, ik heb geen idee of dat dit goed erin goed kunnen laten zien, maar ja, we wildvrij. Ga maar in de backpack of zo. Ik heb geen idee. Maar ja, het is een zwart en blauw. Ik ga er een foto van maken of zo, denk ik, want het is echt super moeilijk. Maar het is
ja, een afbeelding van Merida met haar moeder als beer. Wel een boog. En de wisps. Dus voornamelijk de wisps. Nu zo, kun je er dan in kijken? Ja, oké. Okay. Maar in ieder geval, het is een redelijke backpack. Ja, de meeste loungefly backpacks zijn ongeveer petit. Dus ik denk... ik ga erop gokken dat dit een Boxlunch exclusive is. Of een Hot Topic exclusive. Ik had hem nog nooit gezien, dus ik zag hem op de website en was zo... En zoals ik zei, kon ik hem nergens vinden. En ja, was hij uitverkocht en dat was zo sad. En toen kreeg ik een mail dat hij terug was. En toen zei ik, dit is een noodgeval, ik heb dat ding nodig. So, that's what happened. And now it's mine. And I'm so happy. Dus dit gaat tijdens mijn volgende hopelijke trip. Me. En it's really, really pretty. Voor het geval. Dit is de rugzak. It's so pretty. Ook de bloemen heel mooi erop. In combinatie van de oranje dan. En dan komt dan het haar terug en zo. Dus... Ja. Dus ik ben er heel, heel, heel blij mee. En ik ga er heel veel plezier van hebben waarschijnlijk. En nu heb ik twee luisterrugzakjes, denk ik. Dat is nog niet zoveel, hè. Maar we gaan niet weer een collectie beginnen, hè. Of toch niet zo'n grote, hoop ik. Oké, we gaan ermee stoppen. Ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om het loungefly-rugzakje te zien. Pixar, loungefly. En Merida, boetjes. En tot de volgende keer.